Hoi, wat leuk dat je kijkt naar Hoe Doet Ze Het? Een serie waarin ik samen met Viva 400 en Renault op bezoek ga bij allerlei leuke businessvrouwen en ze al hun tips en tricks vragen naar succes. Vandaag ga ik op bezoek bij Claire Slootheer. Ik ken Claire al jaren en ze is echt een PR superster. Ze heeft een eigen bureau met merken als Uber en Tommy Hilfiger en ik ben heel benieuwd hoe ze uit het niets haar eigen business is gestart. Nou, leuk dat jullie er zijn en welkom in mijn kantoor. Ziet er te gek uit. Ik was helemaal in die luipaardprint getrokken. Maar ik ben natuurlijk benieuwd, wat doe je nou als je je eigen PR-bureau hebt? Wij zorgen ervoor dat de merken die wij vertegenwoordigen, dat ze exposure krijgen. En dat kan door middel van de uitleen van de kleding die hier hangt. Het wordt gebruikt voor shoots en bijvoorbeeld dat influencers ergens naartoe gaan en dan mogen ze de kleding lenen. En wij schrijven persberichten, regelen interviews voor merken, van alles eigenlijk. Ja. Wat vind je nou het allerleukste aan dit werk? Het allerleukste wat ik vind is echt het contact met de klanten. En want we hebben hele leuke klanten, dus de mensen achter de merken, dat vind ik heel erg leuk. Het contact met de journalisten en het uitzetten van wat we doen eigenlijk. Ja, dus echt het menselijke aspect. Ja, dat vind ik het leukst. En je begon natuurlijk bij een ander bureau. Op een gegeven moment ben je helemaal je eigen toko op gaan zetten. Waarom? Hoe? Nee, ik rolde er eigenlijk in, want mijn muziek ging op dat moment best wel goed, dus als DJ. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga dat proberen en ik ga op het DJ richten. Ja. En eigenlijk toen ik daar wegging, toen werd ik benaderd door hele mooie merken waar ik gewoon geen nee tegen kon zeggen. En toen is dat heel snel gegaan. En ja, nu zitten we hier. Er is inderdaad superveel en het lijkt wel alsof er steeds meer PR-bureaus bijkomen. Hetzelfde aan de blogger kan bijvoorbeeld. Wat doe jij om je te blijven onderscheiden? Ik probeer ervoor te zorgen dat een merk ook past bij een blad of bij een influencer. Zodat ze weten dat als ze van ons nieuws krijgen of van ons een aanvraag, dat het ook klopt. Ja, dat het echt tailor-made is. Ja. En je niet zomaar dingen uitstuurt. Ja. En wat heb je nou eigenlijk bijvoorbeeld nodig als je zoiets zou willen beginnen? Is het een grote investering of heb je vooral een groot netwerk nodig? Hoe begin je in godsnaam zoiets? Nou, ik ben echt heel bleu begonnen toen ik voor mezelf begon en geen investering, geen businessplan. Ja. Dat is nu al wel 4 jaar geleden gelukkig, maar ik ben maar gewoon begonnen. En wel heel fijn met heel snel met mooie merken. Dus daar vanuit daar gaan bouwen en met een heel stabiel goed team. Ja. En zou je dat andere mensen ook aanraden om het gewoon te doen? Of liever iets gestructureerder? Ik denk wel iets gestructureerder. Ja, dat was wel fijn geweest. En wat was voor jou echt een succesmoment? Oh, dat een van mijn mooiste. Nou, ik heb er meerdere. Maar een van mijn mooiste was de Glamour Award. Ik liep toen naar beneden, was in het Amstel Hotel. En die hele rode loper stond vol met fotografen en RTL Boulevard en shownieuws. Iedereen stond daar en dat was wel, want Doutzen die had gewonnen. Glamour Women of the Year was dat. En dat was wel echt dat je dacht alsof de Nederlandse Oscars waren, zeg maar. Dat was wel echt te gek. En dat heb jij dan geregeld? Ja, samen met mijn team natuurlijk. Ja, en met het hele Glamour team. Ja, ik snap wel dat je heel trots bent als dat dan lukt. Ja, dat was echt, echt fantastisch. Het klinkt alsof je een superdruk bestaan hebt. Maar naast dit heb je natuurlijk ook nog een hele leven als DJ. Waar gebeurt dat dan? Ja, dat gebeurt in de studio, in de Soundwise studio. En daar zit ik 's avonds, als ik de kinderen op bed heb gelegd, zit ik daar heerlijk lekker met een team te produceren. Maar als je wil, kunnen we er even heen gaan. Superleuk! Wat is dit voor leuke plek en wat gebeurt hier allemaal? Nou, hier zit ik dus heel graag. Hier ga ik 's avonds of soms ook door de week, in de ochtend, zit ik hier heel graag met Tess en een heel team van mensen om muziek te maken en muziek te luisteren, een beetje vocals op te nemen met verschillende zangeressen. En het is een hele fijne plek met heel veel leuke muzikale mensen. Dus hier zit ik heel graag. Je hebt natuurlijk een eigen PR-bureau en dan ben je ook nog DJ in de weekenden en in de avonden. En je hebt 2 kleine kiddo's. Hoe doe je dat in godsnaam?
Nou, dat vraag ik me soms zelf ook wel eens af. Maar gelukkig heb ik een heel strak schema met mijn man en mijn familie. Dus we hebben in onze iPhone staat zeg maar van half uur tot half uur wie wat waar aanwezig is. En wie de kinderen ophaalt, wie als ik bijvoorbeeld moet draaien. Dat moet er allemaal wel in staan, zodat we op elkaar in kunnen spelen en dan een schema kunnen maken. Okay. En het is, als ik bijvoorbeeld een etentje heb met vrienden, dan moet je dat als eerste erin zetten. Want als je als eerste iets in de agenda staat, dan is die van jou, zeg maar. Dan kan je hem claimen. Ja. Het is echt een geval van teamwork dus. Ja, echt waar. En mensen zeggen inderdaad van, hoe doe je dat allemaal? Maar ja, kijk, ik bedoel, als ik er zo bij loop 's ochtends, weet je wel, dan ga ik natuurlijk niet een foto posten op Facebook. Of dus dat, weet je wel, het is niet alleen maar halleluja en fantastisch. Soms ben ik ook gewoon heel moe als ik om 3 uur thuis kom van het draaien en om 6:30 is Lulu wakker. Ja, dan, tuurlijk. Het is wat het is. Ja. Ja, precies. Heb je dan nooit het gevoel dat je moet kiezen tussen die twee? Of geeft het je zoveel energie dat je gewoon maar doorgaat? Nou, dat sowieso. Maar voor nu hoef ik gelukkig nog niet te kiezen. Maar mocht ooit die dag aankomen, ja, dat zien we dan wel weer, zeg maar. Ja. Dat, voor nu hoeft dat gelukkig nog niet. Ja, want je zegt ik ben erin gerold, maar het is niet een kwestie van geluk of zo alleen, toch? Beide. Het is ook wel een beetje geluk, maar ook wel hard werken. Dus gewoon wel echt heel hard doorzetten en dat heb ik denk ik wel een beetje van vroeger meegekregen. Ik heb vroeger heel hoog getennist en toen kon ik ook echt meisjes van de baan afslaan met kramp omdat ik gewoon niet opgaf. Dus ik denk dat wel een beetje samen met geluk en een goed team en hard werken, dat is denk ik wel een mooie combinatie. Ja. Heb je misschien ooit een fout of een vergissing gemaakt waar je wel veel van hebt geleerd? Ja, ik had hele goede adviezen van onder andere mijn man en hele goede vrienden heb ik niet opgevolgd. Waardoor ik uiteindelijk wel heb geleerd dat ik dat beter wel op kan volgen. Het is een beetje vaag, maar ik heb wel een goede les geleerd die ik nu anders zou doen. En wat zou ik dan nu anders doen is wel een deels mijn eigen koers varen, dus, maar wel ook naar mensen luisteren die echt verstand hebben van echt business. Ja, precies. En dat is wel een tip die ik aan mensen mee wil geven, is dat je wilt heel graag zelf doen. En ik geloof altijd in het goede van mensen en ik wil altijd mensen helpen. Maar soms moet iemand jou ook kunnen helpen en dan moet je gewoon luisteren naar diegene en adviezen aan kunnen nemen. Waar heeft de wereld meer van nodig of wat wil jij toevoegen aan de wereld? Ik wil heel graag dat mensen wat liever zijn voor elkaar. Dat, ik denk dat als mensen elkaar iets meer zouden gunnen en gewoon liever. Het is heel simpel, als ze gewoon iets liever voor elkaar zouden zijn en als iedereen dat zou doen, dan denk ik dat de wereld echt een stukje beter wordt. Maar ik begin echt in de omgeving en ik hoop als iedereen dat dan doet, dan sijpelt dat door naar de rest van de wereld. Dus dat zou heel fijn zijn. Dat vind ik een heel mooi streven. Ja, toch? Ja. Ja. Nou. Thanks voor je tijd en voor alle lessen. Ja, jij bedankt. Dat was echt een superleuk gesprek. En ik denk dat ik vooral als les meeneem dat het belangrijk is om liefdevol met elkaar om te gaan. Dus naast al je doelen en al je targets in je werksfeer, ook te zorgen dat je een beetje op elkaar let en liefdevol met elkaar omgaat. Ik hoop dat mijn gesprek met Claire je inspireerde om je eigen dromen na te jagen. En over dreamy situations gesproken, wil je nou een lekker weekendje wegwinnen naar Maastricht, aangeboden door Renault en Viva 400? Ga dan naar renault.nl/Viva 400 en check of jij een match bent met de Clio, de Twingo of de Captur. En wie weet win je een lekker weekendje weg. Ik hoop je snel weer te zien in de volgende video waarin ik weer klets met een toffe business chick. Tot dan!